Het is vandaag zaterdag en dat betekent dat ik terug ben van Ponykamp. Yay! Ik ga vandaag weer voor het eerst Blondie zien, na een hele week. Ik snap nog steeds niet hoe ik die hele week heb overleefd zonder Blondie. Dus laten we maar snel gaan. Ik heb jou zo erg gemist, hè? Ja. Oh, deze gaat veel makkelijker. Hey, schatje. Nee, we gaan er nog niet uit. Zo, nou, ik moest vertellen hoe het op Ponykamp was gegaan. Dus dan doe ik dat. Ik begin maar met het misschien het grappigste, maar ik ben gevallen. Ik ben gevallen van Pinky. Nou, eraf gegleden, want in galop gaf hij een hoge bok van hoog. En toen, vloep, lag ik ernaast. En, 2 dagen daarna viel ook nog de telefoon daar, precies op dezelfde plek als waar ik was gevallen, van de begeleiding. Dus ik weet niet wat er met dat heuveltje aan de hand was. Maar dat heuveltje vond het niet heel fijn, blijkbaar, dat daar mensen waren. En we hebben ook nog Pepe Pony gehad. Oh, maar haar. Pepe Pony. En ik was samen met Donna. En we hadden een thema clown. En we zijn derde geworden. En we hadden Koos. Koos is echt een circuspony. Dus we dachten, nou, dan nemen we die. We zijn vooral heel veel op buitenrit gegaan. Ging ook super goed. Ik heb ook gesprongen. Ik ging een beetje hard. En ja. We hebben ook nog Neon Party gehad. Dus dat is de bonte avond. En dan heb ik hier nog een tattoo van. Hier, daar, ja. En daar is ook weer een vriendin van mij eerste geworden. Het was vooral heel erg leuk. En ik ben ook weer blij dat ik thuis ben, want dan kan ik Blondie weer zien. En weer op haar rijden. Dus ik hoop dat ik morgen weer op haar mag rijden. Dus ja, dat was het een beetje. We zijn onderweg naar het Europese kampioenschap in Rotterdam. En daar gaan we kijken. Want Kim, mijn moeder en Christine, die waren donderdag en vrijdag al gegaan. Maar toen was ik dus op Ponykamp. En nu gaan we zaterdag rond, wat ik heel graag wou. Gisteren hebben we dat ook geprobeerd. Oké, okay, we zijn wave, bij Rotterdam. Of gisteren was het zo. En ik hoop dat jullie me goed kunnen verstaan, want we hebben een nieuw microfoontje. En daar is een box. We zijn bij Rotterdam en we staan recht voor de ring. Above, can you wave at me? You have to do the wave also. And we have to see you all put your hands up. We're gonna start at my. Het is vandaag zondag en we zijn in Rotterdam, want vandaag gaan we naar springen kijken. Yay! Ik kijk er al best lang naar en ik ben een beetje fan van Jeroen Dubbeldam. Alleen vandaag start hij helaas niet. Uur van 61. Zo, we zijn er. En Loepke Beerbaum won 2 keer de titel in 1997 en 2000. We gaan het even een bel af. Ik heb hier de startlijst en er staat hier dat de high, dus betekent de hoogte, is 1,60 meter. Dus dat is ongeveer even hoog als ik. Dus echt, oh! Kijk, ik ben al best lang, maar dat is nog hoger blijkbaar. De Nederlanders die meedoen is Frank Schutten of Lonel D. En Mark Houtzager op Sterrenhof Carmileo. Zo, we zijn nu hier in een andere ruimte, in het Perscentrum. En hier zijn ze aan het ombouwen en dat kunnen jullie vanaf hier heel mooi zien. En ze zijn aan het ombouwen voor de barrage, dus dat is eentje hoger dan de 1,60 meter. Dus volgens mij is dit 1,65 meter. We zijn nu bij het stuk waar alles gefilmd wordt. Ja.
We zijn een rondje aan het lopen. En dan ligt het aan de cijfertjes waar we mogen komen. Dus we zijn nu overal aan het kijken waar de cijfertjes zijn en waar we naar binnen mogen. En volgens mij nummer 7. En daar mogen wij ook in. Het eerste waar we niet in mogen is hier. Hier mag alleen nummer 11 in en wij hebben Bart op nummer 10. Dus dan gaan we verder kijken. We zijn al bij het volgende bij het rondje en hier mogen we wel in. We mogen in de Skybox en in de Grand Stand Lodge. We zijn hier nu ook bij een journaal. Engeland, denk ik. Engeland. En die zijn hier aan het praten. Ze, ja, heel leuk dat we hier mogen komen. En daar zit de jury. En daar mogen we ook gewoon voor zitten. En we zijn nu bij de paradresseur. En ze zijn nu bezig. We hebben nu echt alles gevonden. En we gaan nu maar even op zoek naar een ijsje. En we hebben het ijsje gevonden. Nou, dit zijn de laatste 12 die over zijn gebleven. En er doet ook één Nederlander bij. Alleen we mogen dat helaas niet filmen. Wij gaan weer naar huis toe. Het was super leuk. En ik heb weer heel geïnteresseerd naar het springen gekeken. Cijfertjes ingevuld. En we zijn nu aan het wachten bij de bus om weer naar de parkeerplaats te gaan. Alleen de rij is een beetje lang. Ja, zoals je ziet, heel lang. Het is vandaag woensdag en normaal hebben we altijd springles. Of Tess heeft springles met Verona of ik ga springen met Verona, maar niet zo uit. Maar Steef die is op kamp, ponykamp, tweede week samen met Kim en Margriet en de hele club, zullen we maar zeggen. Ik ga de paarden eruit halen. Vanmorgen zijn ze lekker op de wei geweest. Belangrijk om een paard meerdere keren per dag uit zijn box te halen. 24 uur in een box is natuurlijk helemaal niks. Die van ons zijn vanmorgen 3 uur op de wei geweest en die gaan nu nog even eruit. Zo, oké, ik word bijna aangereden door een meneer die al heel lang zijn rijbewijs heeft. Laten we het daar maar op houden. Wat ik zeggen wou is, Tess is vorige week op kamp geweest en daarna zijn we natuurlijk 2 dagen bij het EK geweest. Dus die is best wel moe. Dat merk je ook wel. We hebben gisteren jumpfees opgenomen met Bianca. Was super hilarisch. Nu word ik omvergereden door een brommer, tuurlijk. Wel super hilarisch, maar ook wel heel vermoeiend. Het was best wel warm gisteren ook. Dus we hebben de paarden flink afgespoeld om te zorgen dat ze niet oververhit raakten. Maar ik merk dat ik me ook niet helemaal fit voel. En Tess dus eigenlijk ook niet helemaal fit is. Die moet natuurlijk wel zometeen gewoon weer naar school toe. Dus ik haal de paarden nu uit en dan gaan we even niet rijden. Morgen heeft ze les op de Arkelhoeve. En dan, dan is het weer gewoon tijd voor school. Want vrijdag zouden we normaal springles hebben en dat is dus ook niet, want Steven is er niet. Dus dan gaan we denk ik gewoon rijden of even een buitenritje. Het is morgen ook wel een stuk koeler. Het is nu nog 26 graden. Het is wel koeler dan gisteren. Maar neem niet weg dat het best wel warm is. En op een of andere manier word je dat denk zat, ik weet niet. Paarden die spoelen we een aantal keer per dag af om te zorgen dat die niet te warm krijgen. Dus misschien moeten we dat bij onszelf ook maar gaan doen. Nou, en dan zit de vakantie er alweer op. Dan gaan we met z'n allen weer naar school toe. En ja, ik heb de hele zomervakantie op een paar dagen na dan wel gewerkt hoor. Dus voor mij is er niet heel veel anders. Maar voor Tess zal het straks in groep 8 wel anders zijn. En voor mij ook, want het is het laatste jaar en dan daarna gaat ze naar de middelbare school. Ik ben wel heel benieuwd of jij in dezelfde situatie zit. Misschien ga je ander werk doen of inderdaad ook van de lagere school naar de middelbare school. Of misschien wel van de middelbare school naar een HBO, universiteit of MBO opleiding. Wat ben jij aan het doen? Laat het even weten hieronder. Het is leuk zo aan het begin van het jaar. Kunnen we met ons allen even kijken wat we allemaal aan het doen zijn. Zo, we zijn op stal. En even paardjes eruit halen. Kijk, zijn ze. Tenminste, dat hoop ik dat ze er zijn. Hallo paard. Joehoe. Hallo. Hallo. Joehoe. Hallo. Ben je daar? Hallo paard. Joehoe. Nee. Blondie. En ja, Blondie. Nou,
Volgens mij ben ik niet zo interessant. Maar goed, we gaan ze er toch even uithalen. Zo, paardjes zijn eruit geweest. Ik moet even wachten, dan komt de pony langs. Vrouw, dat valt me wel op, is weer ietsje dikker aan het worden gelukkig. Zoals jullie weten is ze inmiddels 17. En ja, dan beginnen toch wat dingetjes minder te worden. Daardoor is ze wat sneller vermagerd. Normaal gesproken als ze op de wei staat in de zomer, dan wordt ze een beetje buller. En dan in de winter wordt ze weer wat minder bol. En zo houden we er goed op gewicht. Alleen helaas, deze zomer op de wei was niet voldoende. Dus ik ben er al nog een paardje. Ik ben er al aan het bijvoeren met, hoe heet dat? Luzerne. En, maar ook dat leek niet heel erg te helpen. Bij de manege krijgen ze ook extra brokken. Die wat meer aanzetten. Maar ook dat lijkt nog niet helemaal zijn werk te doen. Ik merk wel dat we er nu iets meer vrijgegeven hebben. Dat ze wel ietsje, misschien is het een combinatie hoor, van al dat extra voer en ietsje minder werken. Dat ze wel weer iets meer wat dikker wordt. Ze heeft ook wat dikkere kogels. Maar ja, weet je, ze is ook een beetje oud. Braaf beest. Ze heeft geen pijnzoest, niet. Ze is gelukkig en fit en vrolijk. Alleen ja, haar gewicht is even een beetje, nou, zorg wil ik niet zeggen. Ik ben niet bezorgd, maar ik vind wel dat ze net even te schraal is. Ze mag best wel ietsje dikker zijn. Ja, het ene paard heeft daar nou helemaal meer last van dan het andere. Want toen ik Verona kreeg, was ze ook wat schraal. Hebben we ook moeite moeten doen om er wat dikker te krijgen. Dus nou ja, we gaan nu maar eventjes van alles onderzoeken, want zo ben ik. En dan kijken wat we haar kunnen geven om het gewicht wat hoger te krijgen. Want zometeen wordt het natuurlijk gewoon koud. En dan valt ze altijd iets af. Ook moet niezen. Ja, ik wil niet dat ze dunner wordt dan dat ze nu is. Dus ik moet er wel wat dikker krijgen voordat het winter wordt. Dan heeft ze goede dekens hoor, die goed voor de temperatuur zorgt van Lucas. Dus op zich zou dat eigenlijk ook niet echt... Oké, ik weet niet wat de mensen vandaag hebben, maar ze willen me gewoon allemaal aanfietsen, aanrijden en weet ik het allemaal. Maar goed. Dus die zorgen sowieso dat ze goed op temperatuur blijft. Maar ja, dan is het nog steeds wel fijn. Oeh, ik hoop niet dat jullie gaan vallen. Er staat iemand al te wachten. Zo, beter. Ik wil wel dat ze gewoon iets voller is voordat zometeen de echte kou begint. En in Nederland hebben we natuurlijk niet hele strenge winters meer, maar toch merk ik altijd dat ze dan wat extra afvalt. Dus nou goed. We gaan kijken of we er nog iets in kunnen stoppen wat niet per se brok is. Want brok, dat is natuurlijk als je te veel brok geeft, ook weer koliekgevoelig. Ja, dat is een heel management, een paard. Dat is niet zomaar iets. Paarden op gewicht houden en gezond en fit houden, dat kost meer moeite dan de mens. Maar dat geeft niet. Dat doen we met liefde, natuurlijk. Dus nou, oké. En we gaan daarmee aan de slag. Christine gaat daar meestal aan de slag. Die weet dat soort dingen altijd wel. Het is vandaag donderdag. Ga ik weer op les bij de Arkelhoeve. Het is vandaag iets eerder. Ik heb vandaag om 1 uur les. Want ze zijn op ponykamp geweest. En tussen 3 en 5 kunnen de manege ponies weer terugkomen. Dus dan is het handig als Danielle, of nee, het is Stephanie, ook kan helpen met de ponies uitladen en ook de spullen op te ruimen. Dus daarom heb ik vandaag wat eerder les. Dus we zijn nu op weg naar de manege. Blonde is het ingeladen en ze heeft haar therapiedeken van Bucas om. Dus we zijn met de boeren on tour, zijn we op weg naar de Arkelhoeve. Ik heb heel veel zin in de les. Hey. Aangekomen en er zal nog een beetje lawaai zijn van hierachter, maar dat hoor je hopelijk niet heel goed. Van de stapmolen. En ik ga Blondie hier uithalen. We hebben jullie goed neergezet. Ik heb hier 3 snoepjes. En ja. Oh. Bijna. Blondie, wacht hè. Ja. Goed zo. Nee. Wachten. Wachten. Nou, probeer maar rustig, lukt het niet, geef niet. Ja. Kom maar. Ga maar. En hoor. Oh.
wachten. Nee. Ik ben nog niet aan het opzadelen. En vandaag zijn we op een ander plekje. Nee. Ja, ik heb heel veel zin in de les. Oeh, wordt hier ook zo'n zadel gereden? Jongens, wat vinden jullie van deze microfoontjes? Volgens mij doen ze het best goed. Ik hoef nu niet zo hard te praten. Goed zo! Nu kan ik gewoon op mijn eigen... praat iets doen. Oh, ik heb over 10 minuten les. Ze heeft nog 10 minuten. En hoe snel is ze? Lang. Klopt, omdat ik een beetje onzeker ben. Dat zei jij. Nou, we zijn er weer. Ze is er klaar voor, geloof ik. Oh, wat ziet er staart eruit? Komt dat? Ik heb geen microfoontje, dus ik moet nu heel hard praten. Nou, van wel mee, als je bij mij in de buurt bent. Wacht even. Ik heb geen microfoontje. Hm? Dus ik moet heel hard praten. Hij valt wel mee. Hij neemt best wel het geluid in de omgeving nog op. Oh. Ze staat te stampen naar vliegen, dus je hebt geen vliegenspray meegenomen. Nee. Ben je er klaar voor? Ja. Je lijkt een beetje gestrest vandaag. Door wie zou dat nou komen? Door jou. Hè? Hè, moeders? Ik doe toch niks? Je moet gewoon wat assertiever zijn. Nieuw woord voor vandaag. Het woord van de dag, assertiever. Wie ja, wat betekent dat? Wie weet wat dat betekent, mag het hieronder in de comments zetten. Waar is Google Translate? Google Translate mama. Ja, wat is dat? Assertiever. Ja. En dat je wat meer voor jezelf mag opkomen, meer initiatief mag nemen. Ja, ik mag meer voor mezelf opkomen. Toet, toet. Ja, tegen mij durft ze wel. Maar als er mensen staan waar ze alleen maar langs hoeft, dan kan dus blijkbaar niet. Oké. Okay. Nou ja. Nou ja. Oké, okay. Goed. Nou, ons Steefje is er. Kijk, daar is ze. Haar ponies die binnen op ponykamp, die komen straks terug. Kijk, en dit doen we nooit. Ik moet altijd even rechte teugels, anders dan krijg ik... Kortsluiting. Heb je OCD? Nee, ik heb alleen een hekel aan gedraaid teugels. Ah. Ja, had ik er een hekel aan. Ja, vertel. Heb je geen direct contact met je paard? Nee, en het staat ook lelijk. Oké. Okay. Ja. Optisch is het niet mooi en je hebt niet direct contact met je paard. Nou. Kijk, en dan, als we dan toch bezig zijn. Oh, ja. Zandjes vast. Anders krijg je Daan. Dozen idee. Nou, het kind wordt in orde gemaakt, geloof ik. Ja. Gaan we nou doen? Nou mag je gaan. Oké. Okay. Moet je nou. Vragen zien wat? Ja. Nou mag je gaan, oh. Maar ben je wel aangezien, pot? Mijn moeder mag hem nooit te strak doen. Nee, maar alleen ik luister daar niet naar. Want ik ben er één keer ben ik er afgevallen doordat het zadel er los zat. Ja. Sindsdien heb ik steken in. Kijk, hij moet altijd wel. Kijk, we kunnen er gewoon nog goed tussendoor. Ja, nou mag je echt. Nou nog echt opzitten. Kijk eens. Wat gaan we doen vandaag? Nou ja, paardrijden. Heel goed, bedankt voor de info. Wat, ja. Nee, even kijken hoe het goed geoefend heeft en hoe het allemaal gaat. En dan of wel een stapje verder en daar weer mee door. Oké, okay. Nou, succes. Ja, dankjewel. Als mijn paard een beetje gestrest is, dan ik ga natuurlijk niet een heel verhaal tegen hem lullen, maar wel af en toe in de hoek even, weet je wel, even een aai, even braaf, weet je wel. Dat ze even een klein beetje uitblazen. Goed zo, hè? Vaak als je stem horen, dan is dat voor een paard ook wel rustgevend. Goed zo, braaf. En aai hem gewoon af en toe, hoef je niet helemaal heel je hand, hè? Want dat is dan ook vaak weer spannend. Maar gewoon met je ringvinger even zo op de schoft even kriebelen. Goed zo, dat zo weet dat goed is. Braaf. Goed zo. Keurig. Goed hoor. Zo, en hou je been mooi lang. Want voel je nu als je been geeft dat je been eigenlijk heel erg naar achter gaat? Dus hou je been gewoon mooi en dan probeer je eigenlijk alleen maar... Oh, ja, vliegjes. Iemand anders heeft erop gereden, hè? Ja, en dat is altijd weer spannend, hè? Zeker voor je een beetje een... Ja, het is niet spannend, maar het is anders. Dus Ja, maar voor je paard is dat natuurlijk dan inderdaad een beetje spannend en een beetje gekkig natuurlijk. En het is zo...
Het is natuurlijk leuk als je natuurlijk een pony hebt die een beetje, nou ja, is niet sensibel, maar die wel graag wil werken natuurlijk. Maar dat is vaak ook wel weer, als het dan weer anders is, dan is het voor zo'n pony altijd best wel weer lastig. He? Die kunnen dat in hun hoofd dan minder goed verwerken dan hun, nou, een veel rustigere pony. Goed zo hoor. Dat is heel braaf hoor. Keurig. En hou je been nog maar langer. Dat je nog minder met je hak hoeft te doen. En nog meer gewoon met je kuit. Goed zo. Ja, dan mag je wel gewoon je terug op maat houden. Hè? Want je mag haar wel vertellen. Oké, we gaan er gewoon langs. Niks aan de hand in die kantine. Oké, ga je heel rustig aandraven. En dan wil ik niet dat je zo je hak er helemaal in poort. Maar op je kuit. En dat je echt zo met stroop aan je billen gaat liggen. Hij mag niet harder draven als dit. Niet harder draven als dit. Zo. Heel rustig draven. Ga maar langzaam licht rijden. En probeer een beetje minder hard in je teugel te knijpen. Zodat je ophouding doorkomt. Want anders dan knijp jij dus al zo hard in je teugel. Ik zal het daar nog even voor doen. Dan heb jij je hand al zo hard om die teugel heen. Dat op het moment dat je wat wil vragen, dat jij dus echt je hand naar je toe moet halen. Want anders niet doorkomt. Gewoon, ja, goed zo. Goed zo. Echt die rust. Hij mag sloffen. En dan op je zit. Nog langzamer licht rijden. Goed zo. Ja, braaf. En als zij dit doet, even hoog en langzaam licht rijden. Goed zo. Braaf. Prrr, rustig. Zo, goed zo. Hou. Ja, braaf. Dit is goed. Keurig. Oké, maar niet harder als dit. Zo, zelf ook even uitademen. Braaf, goed zo. Ja, dan gebeurt er helemaal dit, hè? Goed zo. Kijk, dit geeft niks. Ho. Eerst even die draf opvangen. Ho. In je hand, hè? Goed gedaan. Kijk, hey, maar het was 3 weken geleden, hè, dat je nog dit deed. Dat doe je niet meer. Heel goed. Opvangen, los. Zitten. Zo, dus je doet een soort in je hand kneepje, los. Zo, dus je sluit je hand om de teugel en je ontspant weer. Goed zo. En dat ophoudingje, dat duurt niet langer dan een halve seconde. Want als je dat langer aanhoudt, gaat zij er alleen maar tegenin en dan verliest het zijn werking. Zijn effect. Goed zo, braaf. Dit. Gewoon weer je fijngevoeligheid, die je van de week gewoon even moet oefenen. En dat als het toch weer gebeurt, wat helemaal niet erg is, dat je denkt, oh. En dan doe je het gewoon 4, 5, 6 keer opnieuw. Met echt de gedachte van, oké, okay, dat het weer in je systeem komt. Opslaan op je harde schijf. En dan zit dat er wel weer in. Dus als jij merkt, of als je moeder het zegt, of als ze wat tegen je mag zeggen natuurlijk, hè, want als iemand dat ook tegen jou zegt, bewijs van, dat is wel een beetje lomp wat je nu doet. Dat je denkt, oh ja, dan ga ik dat nu echt even een paar keer doen. Dat ik zeker weet, want vaak doe je... Ja, dat moet je niet doen, joh. Je kan zo lekker rijden, meid. Je moet dan niet onzeker voelen. Ga nog even aandraven, ga nog even een paar keer doen. Nee, want kijk, als jij je nou onzeker gaat voelen, gaat jouw pony zich ook onzeker voelen. En dan wordt het allemaal niet beter van. Ik weet dat het heel erg moeilijk is. Maar toch moet je er overheen. Anders komt het niet goed. Zeker niet, want dan gaat die pony zich nog onzekerder voelen. En dan wordt het niks natuurlijk. Dan zijn jullie van de week niet... Dus je gaat van de week gewoon op je paard zitten. Ik zeg altijd erin, doe je even je ankie ben. Dan ga je gewoon rijden. Ja. Makkelijk gezegd als gedaan. Maar toch, elke keer als je gaat rijden, je neemt jezelf voor. Voordat je opstapt. Je kan het. Oké, even een paar keer die overgang. Want daar zit vooral je houding in. Voor de rest zet je er prachtig op. Dit is een trilplaat. En ik ga Blondie daarop zetten. Dit is ook een soort van trailer. Vind ik dan. Het lijkt erop. Goed zo. Brave Ponita. Kom je verder? Blondie. Dan moet je er eerst onderdoor. Blondie denkt dit is een trailer, dat vind ik niet zo leuk. Ja, dat gaat wel. Hé, hey, kom je met me mee, schat? Kom, je kan het. You can do this. Blondie zegt nee. Ik weet nog niet echt wat ze ervan vindt. Ze vindt het een beetje raar. Oh, maar. Ja. Ze kijkt zo naar zichzelf. Wat? Ga maar. Braaf, hè? Nee, ben je niet braaf? Ik sta ook op de trilplaat. Ik zou je vertellen. Het voelt lekker, maar raar tegelijkertijd. Als ik dan weer zo sta, dan denk ik, wat? Nou, ik zou je vertellen, het voelt erg lekker.
De les zit er weer op. Ik heb weer wat geleerd, want ik vond dat ik niet heel goed zat. Omdat ik op ponykamp ben geweest en dan rijd ik op manegeponies. En op een of andere manier zegt mijn lichaam dan... Oh, je hebt nu geen les, dus dan gaan we heel anders zitten. Dus daar heb ik weer aan gewerkt. Dat. En aan de overgangen. Want het is geen manegepony, het is een eigen pony. En ik dacht, er zit niet heel veel verschil tussen. Maar toch wel een beetje. Maar ik vond het wel heel leuk op ponykamp. En deze les heb ik ook weer wat geleerd. En dan hebben we... Ze zeggen altijd van twee passen terug en één pas vooruit of zo, of andersom. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Oh ja, doe een stapje naar voren en doe twee stapjes terug. Dat is een spreekwoord. Moeders, die is heel goed in spreekwoorden, toch moeders? Ik weet niet of dit een spreekwoord is. Nou, in ieder geval, moeders is daar goed in. Ik weet niet hoe, maar ze is er goed in. Nee, ja, nu zijn we bij de boerenrondtoer. Op weg naar de manege. Hi. Ik ben vandaag weer met het microfoontje, want dan kunnen jullie me beter horen. Op de achtergrond horen jullie Blondie hinneken. Ze zijn ondertussen hier aan het hooien. Mijn moeder is er ook doorheen aan het kwebbelen. Al die geluiden, hopelijk hoor je mij nog steeds goed. Dat is Blondie. Blondie die honger heeft. Ik weet niet of jullie er heel goed zien. Prachtig. Ik ga mijn spullen maar pakken en ik moest wat filmen. Dus ik zie jullie zo weer. Oké, er zit hier een wesp. Gadverdamme. Jongens, een zadel. Oké, jongens, ik ben heel blij. Kijk, deze. Ik heb een iPhone 8. En ik heb eindelijk een nieuw hoesje. Yes. Maar ik moet Blom mee gaan pakken. Oké, eerst wil Blondie helemaal niet te bitten in wat ze nu doet. Ze... Zo. Kijk, zie je dat lipje? Ik weet nou niet of ze hem heel graag in wilt. Maar ze gaat er in ieder geval naar happen. Dus geen idee wat dat betekent, maar misschien vindt ze het wel leuk. Wat zei je? Ja hoor. Sorry jongens, ik ga. Doei! Nou, we gaan op buitenrit met Blondie en Verona en Tessa natuurlijk. Tessa is daar. Zo, daar is ze. Gisteren is Blondie op les geweest, Verona is vrij geweest. Die moet een beetje dikker worden. En ik heb gewoon weinig tijd gehad deze zomer. Straks begint het normale leven. En dan gaan we waarschijnlijk ook wel weer normaal doen, denk ik zomaar. Maar voor nu gaan we even lekker buitenritje maken. Even wat anders. Dat is voor mij ook wel fijner. Want ik heb vorig hardlopen met mijn vader. Hard gelopen. Elk jaar, Nederlands wordt al beter, jongens. Hard gelopen met de vader. Dat was een hele onderneming. En zoals mijn moeder zegt, een hele onderneming. Dus ik vind het ook wel fijn om buiten. Nou ja, we gaan in ieder geval stappen of we nog gaan draven galopperen. Kijken we wel even hoe het gaat. We zien het wel. Maar goed, voorlopig lopen we. Dus dat is op zich al ontzettend positief. Braaf paard.
We zijn weer klaar. We zijn ruim een uur weg geweest. Lekker heel veel gestapt. Een paar galopjes gedaan. Heel klein beetje gedraafd. Draven buiten vinden we nooit zo heel lekker. Nee. Dus nu zijn we weer terug. Ja. Een paardje lekker afspoelen. En in het bed stoppen. Denk ik zomaar. Ja. Zo. Oh, en dit was het einde van de weekvlog. Dus tot volgende week. Doei!